Over Belching wil ik geen iets speciaals zeggen, want ja, Belching, ik ben daar acteur in. Belching is een live video experiment. Dus er wordt op het moment zelf een film gemaakt, waarbij dat de tools van performance en theater gemengd worden met de tools van Hollywood drama, Hollywood narratives. De 32 rules of ja, Hollywood narration worden gemengd met een live muzikant die het banale acteerwerk van de twee acteurs overstemt en meeneemt in een story die zowel inhoudelijk terugkomt als ook niet terugkomt, waardoor dat je 50% kans hebt dat het hele gebeuren mislukt. Omdat de acteurs de sportimprovisatieregels niet volgen. Niet altijd ja zeggen op een probleem. Niet altijd meegaan in een scène. Soms uit het stuk stappen, waardoor dat er letterlijk een leegheid overblijft. Waardoor dat er letterlijk een emptiness is waar dat publiek geconfronteerd wordt ook met zichzelf. Van, oh nee, de acteur acteert ook niet. De acteur stopt ook, waardoor hij geconfronteerd wordt met zichzelf. Ik in het publiek zit en kijk. Ik in het publiek zit en word terug op mezelf geworpen. Het doorbreken van de vierde wand. Na Belching, letterlijk na Belching, hebben we in de kleine corridor nog Noe Kidder van New York, die een mooie, kleine, fragile dans combineert met haar eigen nieuwste video, Life of a Mosquito. Daarin zien wij simpelweg een dans die zo puur gevisualiseerd wordt dat de dans op zich de inhoud voor het werk vormt. Het is bijna een ritueel. En Noe zelf, bewust in de donkere gang, met enkel kaarslicht en maïs, het zaad volgens de Maya's van het nieuw leven, de nieuwe oorsprong, bijna een soort van eigen scheppingsverhaal creëert met Life of a Mosquito. Ik projecteer daar gewoon het scheppingsverhaal van Quetzalcoatl bijna in. Maar
Verder gaan we door naar Studio 1 en Studio 2, boven de grote zaal. In Studio 1 heeft onze eigenste Jimi Hendrix videowerk van verschillende kunstenaars, gaande van Alejandro Giodo tot Jori de Mulder, gecombineerd in een montage. We zien verschillende beamvlakken en ieder beamvlak is combined, gecombineerd, gesynchroniseerd met één centraal punt. Dus soms zien we op alle gebeamde vlakken dezelfde video, een soort van intertextuele referentie naar de eigen video die geprojecteerd wordt op het moment zelf, maar dan breekt een van de schermen en opent letterlijk als een nieuw venster op de wereld. En daarin zien we letterlijk een nieuwe wereld, dus een nieuw videowerk. En dat nieuwe videowerk refereert naar het voorgaande, naar hetgeen dat komt. En de presentatie van het videowerk zelf wordt videokunst. Slawaaien. Incubators gone bad, the old cat every day. Dorothy, please. But he doesn't do it every day. Just once or twice a week, he can't catch her old cat. Anyway. And now she says she's going to. Dorothy. We're busy. All right. How's she coming? Take it easy. You got my finger. Incubators gone bad. Why don't you get your finger right on the way? A lot of work. Just as Pluto chases her old cat. Please, listen. Honey, I've got the dogs to get in. Ladies in your head are this far. Anyway, you think you didn't have any brains. She's going to soak up brains. Why don't you use them? All right. Please come home and go by our place. Take it easy. Then put your fingers in the garden and why don't you get your finger out of the way? You just won't listen. That's all. Right on my finger. Your head ain't made of straw. Your lucky finger wasn't even there. I made a dime. What am I going to do about Miss Garth? Listen. How do you tell where I'm getting in your life? You look like you're in trouble. Kid, are you going to let it all go? Just jam up when there's work to be done. She ain't nothing to be afraid of. I'm going to have a job to fear. Thank you.
Ik ben Jimi Hendrix, ik ben een van de medeoprichters van Poractief. Poractief was oorspronkelijk een collectief van videokunstenaars, maar is nu lichtjes aan het uitgroeien tot een organisatie. We werken nu al met 7 man, dus echt een georganiseerde manier projecten tot stand brengen. Aanvankelijk was onze bedoeling, en onze titel is ook Intermedial Studies on Cinema and Video Art, om cinema eigenlijk een beetje in vraag te stellen en linken te gaan zoeken tussen de videokunst en de cinema. En eigenlijk dit werk meer naast elkaar te brengen. Omdat we zo de indruk hadden dat binnen de narratieve film eigenlijk toch nog een beetje veel te weinig geëxperimenteerd wordt. Hè. En het is, ik denk dat iedereen wel beseft dat Hollywood en de Hollywood-narratie of de manier waarop Hollywood-films verteld worden, dat een beetje de meest gangbare, meest commerciële en de meest gekende manier is waarop dat film gebracht wordt. En vanuit de passie van het cinema, maar ook vanuit een passie vanuit de beeldende kunst, wou we dus vanuit onze organisatie meer accent leggen op het experiment binnen de cinema. Hetgeen wat we doen is natuurlijk niet nieuw, maar we zijn wel allemaal jonge gasten die nu op dit moment met videokunst bezig zijn, dus nu op dit moment in deze tijdsgeest leven. Dus misschien op een of andere manier zijn er wel bepaalde revolutionaire elementen die gewoon spontaan vanuit onszelf eigenlijk onze smaak en onze keuzes binnen het videowerk en dus het filmisch werk dat we programmeren eigenlijk naar voren brengen. Dat is één ding. Dus oorspronkelijk hebben we dus vooral workshops georganiseerd en screenings, vooral in het buitenland eigenlijk. Dus Video Art Attack is de eerste video-expositie die we nu doen, hier in België. En wat was onze bedoeling? Om een beetje een brede kijk, een actuele kijk te geven op videokunst. En wat we dus hier dus hebben gedaan is echt extreem grote artiesten, Bill Viola, Ken Jacobs. En we gaan die plaatsen naast enkele kleine videoartiesten of beginnende videoartiesten, maar ook een paar artiesten die we gewoon puur van het internet hebben geplukt. En die eigenlijk wel vrij
experimenteel en soms interessant en inhoudelijk videowerk maken. Om die gewoon eens een keer allemaal naast elkaar te zetten en eens zien wat er daar naar boven komt te drijven. Want op Studio 2 hebben we de veelheid. 21 videoschermen, 21 kunstenaars die door elkaar hocus pocus storen, ademen, refereren, elkaar beïnvloeden en de mensen ervaren daar pas de volledige video art attack. Want daarover gaat het, over video art attack. Het is een attack van de mogelijkheden, een attack van de veelheid. Videokunst is niet louter de het beeldscherm dat ruist, is niet enkel het spelen met analoge input, de stekker die in en uitgetrokken wordt. Het is meer dan de pixel. Het is echt een letterlijk, het is een hap in een nieuwe wereld. Het is een byte, een megabyte. Het is Hollywood narration, drama. Het is herschrijven van een lokale filmgeschiedenis bijna. Het is doorgaan op hetgeen dat tunnelvisiegewijs aan het eind van de koker wacht en dan veel verder. Het is losbreken binnen de eigen grenzen.